Een vrije trap voor Miedema. Daar gaat Berestein. Goeie bal dit van Spits. Heeft al een paar keer hem aardig achter die verdediging gelegd. En het schot is er prachtig in. Van de assist tot de afronding. Het klopt allemaal hier bij Oranje. Spitsen met een prachtpaas. En een heerlijke bal van Lynette Berestein om Oranje op 1-0 te zetten. Al een paar keer een speelster in stelling gebracht door Spitsen, maar nu ook eentje die het afmaakt. En hoe? Kijkt naar de bal en zorgt dat ze die bal... Balletje binnendoor, goed gegeven, goed gelopen. De voorzitter is al slordig. Oh ja, kabootje. Fout van Munoja. En het doelpunt daar voor Oranje. Toch weer met dank aan de Finnen. Dijkstra scoort. De aanval is goed. Deze bal van Diemen. Daarvoor is de loopactie eigenlijk al begonnen. De voorzet veel te scherp. Een makkelijke bal zou het moeten zijn voor Munoja. Maar die tikte precies in de loop bij Dijkstra. Die heel minder makkelijk naar die rechtsbuitenpositie inkomt. Zoals Olieslager zit aan de andere kant wel invult. Maar dit is een goede voorzet. En dat willen we dus misschien wel wat vaker zien van Diemen. Want ze legt het toch perfect op het hoofd van Snoeys. Het is haar positie ook niet. Daar op de rechtsbackpositie nu bij Oranje. Blijft veel meer achterin dan Olieslagers op links. Maar goed, nu dan toch maar een keer een beetje mee naar voren. En met een hele goede vroege voorzet. En een uitstekende kopbal van Snoeys is het 2-0. Ze kijkt en legt hem er perfect neer. Heerlijke assist van Samantha van Diemen. Leugde. Snoeys. Voorlopig als enige in de 16. Daar komt wel ondersteuning van Van Doren. Krijgt de bal bij Snoeys. En dan is er raak. Tweede van deze wedstrijd voor Snoeys. Geen Miedema. Maar Snoeys is een keer weer eens in de punt van de avond bij Oranje. En haar cijfers in Oranje zijn natuurlijk niet zo goed als Miedema. Want niemands cijfers zijn zo goed als die van Miedema. Maar dat ze intussen aardig indrukwekkend beginnen te worden. Bal verlengd en daar is het doelpunt van Berestein. Slimme bal van Snoeys. En Berestein met haar tweede dit toernooi. En weer begint Nederland dus goed. Net als in de eerste helft. De corner variant goed uitgespeeld hier. Strakke bal, goed teruggelegd door Katja Snoeys.